Gaat u zitten. Lieve Els. Lieve Nieke. Chris. Jan van afstand. Jaap. Dick. Frans, Helene, Willem. Samen met jullie. Echtgenoten, echtgenotes natuurlijk. Lieve kleinkinderen. Het is vandaag een verdrietig dag. We moeten jullie man, pa, opa gaan begraven. Dick, met wie het meer dan 62 jaar bent opgetrokken. Onze zwager. En dat blijft moeilijk. Want het bepaalt ons er elke keer weer bij dat dat het einde is voor ons allemaal. Voor iedereen die om ons heen staat. En van onszelf. Als de Heere tenminste niet eerder weer komt. Extra verdrietig dat Jan hier vanmiddag niet bij kan zijn met zijn gezin. Veel sterkte, Jan. En zo zijn er misschien ook anderen die hier graag hadden willen zijn. En dan kun je wel meekijken, meeluisteren. En dat is mooi, fijn dat het kan. Maar ergens onderstreept het ook weer de afstand. Ik heet u allemaal vanmiddag hier in de kerk en thuis hartelijk welkom. Heel fijn dat u hier nu bent, de livestream meemaakt, misschien nu op dit moment of misschien ook later. Van harte welkom. We zijn blij dat u zo toch met Els en met de familie verbonden bent in hun verdriet. Op deze dagen slaan wij, als het even kan, een troostende arm om elkaar heen. Zoeken we lijfelijk contact en kracht bij elkaar. Want we staan hier samen aan de laatste grens. De laatste rivier. Waar er niets van ons overblijft dan zwakke, kleine, nietige mensjes. En dat doet ons huiveren. Dat vervult ons met schroom. Met ontzag ook. Wat is de mens? En daarom zoeken wij in deze samenkomst samen de troostende arm van onze God en Vader. Voor straks bij de gang naar het kerkhof. Maar ook voor als we daarna weer uit elkaar gaan, naar huis gaan, verder gaan, ieder van ons met zijn of haar eigen leven. Totdat hij ook ons roept. En toch hebben we vanmiddag niet alleen maar tranen in onze ogen. En ook niet alleen maar verdriet in ons hart. We mogen ook samen zingen. Misschien met bevende stem, maar toch zingen. Want met de woorden van Psalm 33, wij wachten vol verlangen op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. Laten we dat samen gaan belijden en laten wij voor zover mogelijk daarbij gaan staan. En dan mogen we weten, het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en die hopen op zijn trouw. En daarom is er genade, barmhartigheid en vrede voor jullie allemaal. Van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de overste van de koningen van deze aarde. We zingen Psalm 16, vers 1 en vers 5. Zullen wij samen nu eerst gaan bidden? Ja, Heere, u leidt ons op het levenspad. Dat pad hebben Els en Dick gelopen, samen met hun kinderen, hun kleinkinderen, hun vrienden. Samen ook met uw gemeente,
Eerst in Zwijndrecht, later hier in Dordrecht. Uw heilig volk op aarde. En nu is hij niet meer bij ons, Heer, en dat doet pijn. Want we waren aan hem gehecht. In ons gezin. In onze familie. Die grote, markante figuur in onze gemeente. Die zoveel rust uitstralen. En dan komt die dag dat we hem los moeten laten. Dat Els hem moest laten gaan. Omdat hij aan uw hand verder ging. Naar die plek waar wij hem nu nog niet kunnen nareizen. En dat doet pijn. Maar Heere, wat zijn we dan toch gelukkig dat wij u mogen kennen. Omdat u ons kent. En dat we ons zo aan u verbonden mogen weten. In leven en in sterven. Vader in de hemel, wij houden elkaar vast, maar samen willen wij u zoeken in deze samenkomst. Wilt u ons kracht geven? Wilt u ons troosten? Ons bemoedigen? Voor wat we straks moeten gaan doen op de begraafplaats. Vader, we zijn aangeslagen, zitten vol verdriet. Misschien ook oud verdriet. Oude littekens die bij elke begrafenis weer schrijnen. Want Heer, het went nooit. Afscheid nemen en dan verder moeten gaan zonder die ander. En daarom zijn we hier vanmiddag bijeen. Bij u. Met alles wat er in ons omgaat. Want we mogen het zeker weten, u verlaat ons niet. Nooit. Heere onze God, wij hopen op u. Wilt u ons dragen vanmiddag? Wilt bij ons zijn in deze dienst hier in de kerk? Wilt bij ons zijn als we thuis meekijken, misschien wel helemaal alleen? Wilt u onze hand vasthouden? Ook straks als we rond een open graf staan en verdriet en huiver ons aangrijpen. Wilt u iedereen die in deze bijeenkomst een taak heeft, ook daar de kracht en de rust voor geven? Wilt u bij ons allemaal ons hart en onze gedachten tot rust brengen? De rust in u die ons geroepen hebt. De rust in uw Zoon die ons is voorgegaan. De rust in uw Geest die in ons woont. Amen. Ik neem aan dat u allemaal het programmaboekje heb gezien. U weet dus altijd wat er komt. Ik ga dat verder niet aankondigen. Eerst komt zo het in memoriam namens de kinderen. Daarna volgt zonder verdere aankondiging enkele bijdragen van de kleinkinderen. Afijn, u volgt het in het programmaboekje. Op woensdag 22 december overleed Dirk-Jan Jacob Groenendijk, echtgenoot van Els Groen, vader van 8 kinderen, opa van 31 kleinkinderen en overgrootvader van 1 achterkleinkind. Een rijk leven door God gegeven. Een leven waarvan we allemaal een stukje mochten meemaken. Een leven met onze eigen herinneringen. Wie was Dick Groenendijk? En hoe was hij als mens? En wat heeft hem gevormd? Dick werd geboren als klein broertje van Nettie in het gezin van Jan en Stien Groenendijk-Koedoot op 2 december 1935.
Als kleine jongen in Rotterdam heeft de oorlog zijn jeugd getekend. Veel vertelde hij daar niet over. Dat deed hij sowieso niet veel. Het verleden ligt achter je. Hij trad in de voetsporen van zijn vader. En heeft ook het werk in drukkerij Groenendijk voortgezet. Tot het faillissement in 1999. Hij was niet de man die veel vertelde van wat hem persoonlijk raakte. Het vertellen doet je immers ook de dingen herbeleven. En daar leek hij geen ruimte voor te hebben. Of misschien had hij geen behoefte eraan. Dat kon wel eens de indruk wekken dat hij afstandelijk was, zonder emotie. Dingen die gebeurden leken hem dan niet veel te raken. Maar niets is minder waar. Het was een bescherming. Het hield hem overeind. Toen Erik als kleine jongen van de trap viel, in het postillon in Zwolle, was pa als een van de eerste beneden. Regelmatig kwam deze gebeurtenis terug in zijn verhalen. En meestal niet zonder emotie of traan. Ik denk dat dat tekenend is. Wie hij was als mens en wat anderen daarvan zagen, toch wel een gecompliceerde man. Een persoon met vele kanten, die soms tegenstrijdig lijken. Velen kennen hem als vriendelijke man, maar hij kon ook stevig de discussie aangaan als hij dat nodig vond. En dat was niet altijd vriendelijk. Hij was behulpzaam en vrijgevig. Maar als hij ergens niet achter stond, gaf hij niks. En als daarom gevraagd werd, dan zei hij dat ook. Die verschillende kanten van mijn vader, die kwam je overal tegen. Hij was duidelijk een man van tradities en gewoontes. Ook in het kerkelijk leven waren er dingen die deed je gewoon niet. Of het was gewoon zo. Patronen en gewoontes, tot en met de gebeden aan tafel. Maar regelmatig had hij over specifieke zaken ineens een hele andere mening, die juist buiten elke traditie viel. Ingegeven door het beoordelen van de praktische situatie, bleek hij vaak minder rechtlijnig te zijn dan gedacht werd. Buiten de kerk, als werkgever in verschillende commissies, had hij vaak een linkse gedachte, sociaal, het oog voor de werknemer. In het GMV en de ontslagcommissie van de Grafische Beroepskring werd hij daarom gewaardeerd door werkgevers, werknemers en vakbonden. Geloven was voor mijn vader iets wat als vanzelfsprekend bij het leven hoorde. Pieter Mostert, verbonden als pastor aan Vredonk, verwoordde het zo. Zonder God leven, dat is niets. Met die twee korte zinnetjes vatte hij samen hoe mijn vader dacht. En dat was aan het einde van zijn leven. Maar het kenmerkt tegelijkertijd zijn hele leven. Als kind kon je die vanzelfsprekendheid wel eens heel erg ongemakkelijk vinden. Want soms wil je antwoorden op je waarom vragen. En geloven is toch ook een beleving? Pa uitte dat vooral in sterk verantwoordelijkheidsgevoel. En actief geloof betekende meestal dat er dingen gedaan moesten worden. Actief in de kerk, commissies, ouderling, maar ook in de maatschappij, GPV, GMV, schoolbestuur. En dus was hij vaak laat thuis. En ook 's avonds weer snel weg. Bij het afruimen van de tafel bleef de plek van mijn vader vaak gedekt. Het gezin kwam dan grotendeels op de schouders van mijn moeder. En zij pakte dat trouw en ijverig op.
En onze vader ondersteunde haar in alles. En respecteerde haar in wat ze deed. Hij hielp om de werkzaamheden van Ma te organiseren. Hij maakte corvée-schema, inclusief het klaarmaken van de broodtrommeltjes, zodat Ma na de maaltijd even kon gaan zitten. Hij gaf Ma financiële verantwoordelijkheid en ruimte, stimuleerde haar ook om andere dingen te doen, zoals Spaanse les en met haar eigen autootje alleen naar Groningen. Door de week was Pa vaak weg, maar op zaterdag deed hij vaak leuke dingen met het gezin. Hoewel, eerst natuurlijk post halen. En vaak ook nog even eerst naar Dordrecht om kopij te halen in het schuurtje achter bij Verbrug. Maar daarna even echt iets anders. Naar de Rotterdamse haven, naar het museum of naar de dierentuin. Leuke dingen, dat betekende vaak ook interessante dingen. We hebben daardoor veel geleerd. Tot slot nog even terug naar het begin. 8 kinderen. 31 kleinkinderen. En 1 achterkleinkind. Plus nog een heleboel aanhang. En alle verjaardagen werden bezocht, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Daaruit sprak zijn hart voor zijn nageslacht. Iedereen was hem lief. Bij elk huwelijk van ons voerde Pa het woord. En de boodschap was standaard. God werkt in de lijn van de geslachten. Wat hij van zijn ouders geleerd had, dat heeft hij voorgeleefd en verteld aan zijn kinderen. En hij gaf iedereen de opdracht mee dit weer door te geven aan zijn of haar kinderen als God hen die wilde geven. Laat die opdracht dan hierbij nog één keer meegegeven worden.
Lieve opa, dit is onze laatste brief voor u. Zomaar een paar herinneringen die we altijd zullen meenemen. U bent een voorbeeld voor ons. U bent een onwijze grappenmaker die er altijd voor sfeer zorgde. Hé, grote vriendin van me, dat was wat u tegen mij zei als ik op visite kwam of kwam logeren. Als klein meisje mocht ik bij u op schoot of laatst me een boekje in dezelfde zithouding op de bank. U bent het hoofd van de familie die altijd voor de maaltijd het Onze Vader bad op uw eigen melodie. Als wij binnenkwamen in jullie appartement, wachtte u niet tot wij onze schoentjes uit hadden. U liep gelijk naar de glazen deuren om ons te begroeten met een stralende lach. En u haalde meteen een speelgoeddoos tevoorschijn. U las graag boeken, dat doe ik ook. Daarin lijken wij op elkaar. Als je de laatste bladzijde van een mooi boek leest, hoop je dat de laatste zinnen nog ver weg zijn. En als het boek uit is, hoop je dat het volgende deel er al is. Zo is het ook met u en mij. Ik verlang naar het volgende deel, als Jezus terugkomt. Opa, onze grote vriend, bedankt voor het plezier die u ons gaf. We houden van u en gaan u missen. Een aantal dingen die ik had voorbereid, die zijn net ook al gezegd. Dus dat betekent maar weer hoe overeen ze komen voor iedereen. De laatste jaren van opa, die waren niet makkelijk. Voor hem niet, voor oma niet, maar ook voor zijn kinderen en de kleinkinderen niet. De Parkinson, die hakte erin. En dat veranderde opa. Voor de opa die ik de afgelopen maanden heb gezien, ben ik alleen maar dankbaar dat hij nu feest mag vieren in de hemel. Bij onze vader. Maar voor de opa en vader die in ieder van ons veruit het meeste kent, ja, ben ik ook onwijs blij. Maar doet bij ons vandaag wel heel veel pijn. Het doet vandaag pijn om afscheid van hem te nemen. Opa was geen kaartjes opa voor de kleinkinderen. Ook al hebben opa en oma er heel wat. Opa probeerde bij een ieder betrokken te zijn. Overal bezoekjes brengen. En op bijna alle verjaardagen kwamen ze wel langs. Welke taart opa bij de koffie wilde, dat was geen vraag. Dat was monchou. Altijd monchou-taart. Bij ons is monchou-taart ook geliefd. Maar werd ten alle tijde één stukje bewaard. Want die is vanavond voor opa. Als er dan later op de avond werd geborreld, was dat voor opa het moment om een toast uit te brengen op de jarige. Waarna hij genoot van een glaasje port. Om te beseffen dat we vandaag definitief afscheid nemen van opa, doet ontzettend veel pijn. Want opa is er niet meer. Maar als ik terugdenk aan opa, altijd gecombineerd met oma, gaan er zoveel dingen door mijn hoofd. Die maken mijn jeugd compleet en geven de herinneringen glans. Denk maar aan het bij opa en oma op bezoek gaan en blijven logeren. Bij het avondeten dan meelezen uit de Spaanse Bijbel bij oma. En daarna, wat Lies al zei, het kenmerkende dankgebed van opa. Ik hoor het hem zo weer zeggen in mijn hoofd. Of oud en nieuw doorbrengen met heel veel oliebollen. Heel de flat doorrennen om al het vuurwerk te kunnen zien. Het was een groot feest. Maar altijd vlak voor 12 uur, dan moesten we even bij elkaar komen. Een moment van rust en bezinning. En ruimte voor gebed. Kenmerkend was dat opa dan vaak Psalm 90 voorlas uit de Bijbel. Als we dan bij opa en oma aan de Ponteniersweg waren, dan was er van alles te doen. De kinderboerderij, de luisterboeken met alle sprookjes, spelletjes doen. Dat laatste, spelletjes doen. Daar deed opa vaak niet aan mee. Althans, hij speelde het spelletje niet mee. Maar hij bemoeide zich er wel mee, zittend in zijn stoel, in de hoek bij het raam. Later kon hij niet meer horen wat er dan aan de eettafel allemaal gebeurde. En als je dan oplette, dan kon je zien dat hij met zijn hand naar zijn oor ging. En dan zette hij zijn gehoorapparaat uit. Dat was niet een handeling waardoor hij passief werd.
Nee, zeker niet. Daar zat hij dan, met een grijns op zijn gezicht, te genieten van wat er zich in de woonkamer allemaal afspeelde. Wat ik persoonlijk in mijn hart meeneem, is dat Sergio en ik altijd op zondag op ons vaste plekje in de kerk zaten naast opa en oma. Daar. Opa op de hoek, daarnaast oma en daarna kwamen ik en Sergio. Als we dan in de rij schoven, want opa en oma waren altijd eerder dan wij, dan kwam er altijd een schouderklopje of die knijp in je arm als vriendelijk gebaar. Fijn dat je er bent, werd er dan gezegd zonder woorden. Toen ik een aantal jaar geleden naar de politieacademie ging, werd ik de kleindochter die bij de politie gaat. Dus zodra er dan in de krant die opa las gesproken werd over de politie, kreeg ik op zondag de artikelen daarover in mijn handen gedrukt. Opa wist nog beter wat er qua politiek in mijn organisatie speelde dan ik zelf. Zo kan ik, maar ook alle neven en nichten die hier vandaag aanwezig zijn, nog eindeloos doorgaan over de goede dingen waar opa een rol in gespeeld heeft. Maar er komen geen nieuwe herinneringen met mijn opa Groenendijk bij. Maar deze blijven altijd in mijn hart. Opa, nu bent u thuis. U viert feest. Ik ga u hier ontzettend hard missen. Vanmiddag eet ik een stukje monsjoetaart en vanavond drink ik een glaasje port. Ter ere van u. Maar u had een rotsvast vertrouwen in onze God. En daar haal ik mijn kracht uit om door te gaan. Ik kijk ernaar uit om u op de jongste dag weer te ontmoeten. Lieve opa, tot ziens. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la carmélite, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu. Le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voix au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Nog één rivier, ter herinnering aan dat mooie plekje aan de Ponteniersweg met uitzicht over de Merwede aan de overkant. We zijn een volk met een bestemming, maar al jaren onderweg. Toen kwam God en deed ons recht. De bevrijding was spektakel. Na 10 plagen was schoon licht. Onze voeten in de Zandzee. En de zon in ons gezicht. Nog geen rivier, nog geen rivier. Toen we bij de oever kwamen, achter ons geen gans en touw.
woestijn in. Om te onze straf voor alle ruzie hier, we met God hadden gezocht. En toen alles terugbetaald was, ging het water aan de kant. Was er tijd om thuis te komen? In het onbekende land. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. En wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk.
Samen rijden wij door de stille nacht. Van de Vismarkt, hier de Bruststraat, de A-straat, de Westersingel, de Kranenweg. Tot we bij de Hermocolleniusstraat zijn. De stad is verstomd. Het vertier ligt achter ons. De stroken asfalt liggen er verlaten bij. Dik scheurt door de straten. Ik vind het prachtig dat ik mee mag rijden. Het is 10 december 1959, 's avonds om een uur of 10:30, 11:30. We moeten een paar keer heen en weer om alle cadeaus en bloemen naar huis te brengen. De bruiloft is voorbij. Ja, als 7-jarig broertje was ik erbij. Het was een koude dag. De zon liet zich die hele dag niet zien. Die autoritten herinner ik me nog. De kerkdienst niet. Maar gelukkig hebben we nog die preek. Die preek die onze vader in de Zuiderkerk toen hield. En gistermorgen zat je daar nog in te lezen toen ik je belde. Een preek over diezelfde tekst als nu boven die rouwkaart geschreven staat. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk. Nou, die tekst lijkt op het eerste gezicht beter te passen bij die trouwerij dan bij een begrafenis. Het klinkt als woorden die je meegeeft aan een pas getrouwd stel, die nog een heel leven voor zich heeft. Maar op een dag als vandaag, of de afgelopen dagen, dan elkaar toeroepen, wees verheugd. Er is nu toch niet zoveel reden om blij te gaan springen en dansen. Nee, zeker niet. Maar achter die twee woordjes staat dan ook geen punt. Zelfs geen komma. Wees blij, wees verheugd door de hoop die u hebt, zegt Paulus. Ja, daar kunnen we iets bij voorstellen. Als je ermee wordt geconfronteerd hoe kwetsbaar je bent in je gezondheid. Als je geen zekerheid meer hebt over je inkomen. Over je bedrijf, je baan. Als je bang wordt omdat de wereld waarin wij leven geen vaste grond meer lijkt te bieden aan komende generaties. Omdat we het milieu niet in de hand hebben. Ja, dan klamp je je vast aan een stip aan de horizon. Dan zoek je ernaar of je hem ziet. Hoe klein, hoe ver weg misschien nog. Dat hebben we de laatste maanden, de laatste jaren ook wel gemerkt. Hoe iedereen hunkert naar uitzicht. Dat als je helemaal geen hoop hebt. Nergens naar uit kunt kijken. Als alles donker wordt om je heen. En je niets meer hebt waar je naartoe kunt leven. Ja, dat hou je niet vol. Dan knakt op de duur de moed en de veerkracht van de meest optimistische mensen. Geen hoop hebben. Dat werkt verlammend. Dan worden mensen wanhopig. Wat voor wereld laten wij nog na aan onze kinderen? Dan worden mensen onverdraagzaam. Gaan om zich heen slaan. Want het is toch niet te verdragen dat wij met al onze maatregelen op eigen kracht daar alles niet te boven zouden kunnen komen. Wat voor hoop blijft er dan eigenlijk nog over? Zoveel mensen die ziende blind zijn. Omdat ze niet verder kunnen kijken. Wees blij door die hoop die je hebt. Nou, over die hoop
Daar heeft Paulus hiervoor al hoofdstukken over vol geschreven. Want die hoop, dat is nou precies de kern van die brief. De kern van wat hij wil meegeven. Het evangelie van God is een reddende kracht voor alle die geloven. De hand van God die je redt van de ondergang. Daar ging dat over. God die zijn volk heeft verlost zonder daar enige betaling voor te vragen. God die jou vrijspreekt. Enkel en alleen uit genade. Door het geloof in Jezus Christus. Als je hem kent, is er geen veroordeling meer. Dan ben je vrij. Vrij van schuld, vrij van straf. Dat is die barmhartigheid waar Paulus aan het begin van dit hoofdstuk een beroep op doet. God heeft alles in orde gemaakt. Door het offer van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij waren slaven. Maar nou is alles betaald. Dat is het fundament onder ons leven. Een fundament dat 100% aardbevingsbestendig is. Geen stormen, geen zeeën die dat fundament kunnen doen afbrokkelen. Maar nou moet er op dat fundament natuurlijk wel gebouwd worden. Nou, daar gaat het hier in hoofdstuk 12 om en ook in de volgende hoofdstukken. De basis is gelegd, dat is de hoop. De vaste grond van zijn belofte, van zijn verbond, waar wij nu op verder mogen bouwen. Op dat fundament staat ons leven rotsvast. En heeft ons leven toekomst. Je kunt best wel een heel goed leven leiden. Misschien wel precies volgens wat Paulus ons in dit hoofdstuk allemaal voorhoudt. Misschien kun je wel prachtig preken. Misschien ben je een fantastische kracht in de kerkenraad. Als ouderling. Of als diaken. Of ben je heel actief in de gemeente. In het helpen van je broeders en zusters. Misschien zet je je wel 100% in voor vrede. Voor recht in de samenleving. En laat je je daarbij echt leiden door de liefde. En ben je ook helemaal niet uit op wraak. Of op persoonlijk voordeel. Maar als dat fundament er niet onder zit. Als een levende hoop die in ons brandt. Dan is dat allemaal bij elkaar toch eigenlijk maar een armzalig levenshuis. Heel kwetsbaar ook. Als stormen dan je leven door elkaar schudden. Dan zal blijken dat het huis geen fundamenten heeft. Maar met die hoop, door die hoop, kan je in voor- en tegenspoed altijd rustig zijn. Zelfs blij zijn. Want Gods beloften, mensen die staan rotsvast. En die maken dus ook onze blijdschap onverwoestbaar. Dan buig je wel mee als de stormen over je heen gaan, maar je breekt niet. En je veert uiteindelijk altijd weer terug omhoog. Door die stormen wordt die blijdschap uiteindelijk alleen maar sterker. Dat zei vader tegen jullie, 62 jaar geleden. Je hebt het wel gelezen, denk ik, gisteren in die preek. Citaat, de christelijke blijdschap wordt geboren niet in dagen van voorspoed. Maar als smart onze ziel heeft beroerd en ons daardoor brengt tot die ogenblikken waarin het weer stil wordt daarbinnen. En wij heel diep in ons gevoelen dat hoewel het verlies ons veel ontnam, wij toch behouden hebben door Gods genade en die genade ons genoeg is. Wat een bemoediging. Op een dag als vandaag, voor ons allemaal. Die over al die jaren naar jou en ons toekomt.
Dan zijn we vandaag toch ook blijde mensen. Omdat we ons gedragen weten door Gods liefde. Omdat we ons in Christus veilig weten, geborgen. Die blijdschap is niet stuk te krijgen. Waarom niet? Omdat die hoop niet stuk te krijgen is. Die ligt op ons te wachten als een erfenis die onvergankelijk is. En eens mogen we dan ingaan in het koninkrijk van God, in die eeuwige zaligheid. Dat is de onderstroom van vreugde die ons hele leven draagt. Die ons telkens weer verder helpt. Ons overal doorheen brengt. Ons veerkracht geeft. Die alleen vanuit die hoop te begrijpen is. Dan ben je heel diep van binnen. Inderdaad, altijd, ondanks alles, een blij mens. Want dan beseffen we steeds beter wat Paulus eerder in deze brief schreef. Dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot die luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Die hoop houdt je op de been. Met dat uitzicht kun je volhouden. Geef je niet op. Ben je standvastig. Dat betekent dat je vastbesloten blijft staan waar je staat. Dat je niet laat afbrengen van die weg die je bent ingeslagen. Nee, niet omdat je koppig bent. Omdat je dat niet wil toegeven. Dat je geen argumenten meer hebt. En dus je kop er maar tegenin gooit. En toch doorgaat. Nee. Standvastig omdat je er rotsvast van overtuigd bent. Dat je met hem op de goede koers ligt. Op weg naar die veilige haven. En ja, dan kan het best stormen in je leven. Je kan je baan verliezen. Je zaak kan failliet gaan. Je sieraden kunnen gestolen worden. Waar zoveel herinneringen aan zaten. Allemaal traumatische ervaringen. Waar je ook niet zomaar overheen bent. En nu dik. Maar hoeveel pijn dat ook doet. Uiteindelijk realiseer je dan dat je in de hemel een schat hebt waar niets of niemand aan kan komen. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin en wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Alleen, het gaat Paulus hier om meer dan incidentele tegenspoed. Hoe hard dat natuurlijk ook kan aankomen. Hij heeft het over het leven van mensen die geloven. Hun leven komt in deze wereld voortdurend onder druk te staan. Denk aan Job. Alles werd hem ontnomen. En uiteindelijk stond zelfs zijn vrouw niet meer naast hem. Zeg God toch vaarwel en sterf. Waarom zou je nou nog blijven geloven? Daar help je toch geen steek verder? Nou, lang niet iedere gelovige krijgt het zo zwaar te verduren als Job. Meestal legt de Satan het veel subtieler aan. Maar je kan ervan op aan dat hij ook zal proberen jou los te weken van die hoop. Jou weg te halen van het fundament. En dat zijn dan lang niet altijd van die stormen en rukwinden. Die je leven uit de koers dreigen te slaan. Soms zijn het haast onmerkbare, onzichtbare stromingen die je ongemerkt doen wegdrijven van dat fundament. Zodat je leven uit de koers raakt. En daarom komt het erop aan vastberaden vol te houden. Door te gaan, actief. Je leven in dienst stellen van hem die je bevrijd heeft. Actief zijn in de kerk, in de samenleving. Op de plek waar hij ons wil gebruiken. Zoals Dick heel zijn leven bezig bleef. Op die drukkerij, in de kerkenraad, voor de zending op Curaçao.
in het flat waar ze in woonden. Met die onvermoeibare rust die hem kenmerkte. En laat me toegeven, dat krijgen wij van onszelf niet voor elkaar. Hij trouwens ook niet. Nooit van zijn leven. Op eigen kracht kun je dat niet. Wij kunnen onszelf niet opwerken tot die blijdschap. Het lukt ons niet om uit onszelf die kracht naar boven te trekken, naar boven te halen, om vol te houden. Nee, dan blijven het grote woorden. Dat over die hoop en die blijdschap. Die kracht om vol te houden, die komt alleen van God. Het is God die ons doet volharden en die ons troost geeft, schrijft Paulus verderop in hoofdstuk 15. En daarom staat hier die laatste oproep, bid onophoudelijk. Dat wil zeggen, heel ons leven moet gedragen worden door het gebed. Dat is de hulplijn waardoor wij gevoed worden, waardoor wij kracht ontvangen. Alleen dat gebed maakt dat die vreugde in ons leven uiteindelijk toch niet opdroogt en verdort. Met de kracht die hij geeft, is geen kruis zo zwaar of de hoop geeft je kracht om het te dragen. Dat heeft Dick ook mogen ervaren. Tot op het laatst. Als 's middags om 4 uur de soep gebracht werd in Vredonk, dan zij dan voorging in gebed. Voor ons bijna onverstaanbaar. Maar dan ging de hemel open. En kon hij al zijn verdriet, zijn boosheid, zijn frustraties neerleggen bij hem. En zo kreeg hij de kracht om vol te houden, vast te blijven houden. En die hoop. Uiteindelijk wordt het allemaal beter, mensen. Vast en zeker. En zo kon hij uiteindelijk rustig worden. Te midden van die golven die over hem heen sloegen. Cevis tranquillus in undis. De spreuk die vader in zijn preek ook aanhaalde. Dan mag je nog zoveel tegenwind ervaren. Dan mogen stormen van alle kanten op je inbeuken. Dan mogen stromingen je uit de koers proberen te drijven. Blijf je standvastig doorgaan. Omdat als het erop aankomt, we de wind mee hebben. De wind van de geest. Die God ons gegeven heeft en die ons vooruitduwt, die ons kracht geeft, die ons leven vast op de koers houdt. Dan kom je door zijn kracht, na elke rukwind, na elke golf, altijd weer overeind. Dan ga je met nieuwe kracht en met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet. Voor Dick zit die reis er nu op. Hij is thuisgekomen. En vandaag, vanmiddag, staan we bij zijn graf. Met tranen in onze ogen. Maar met die vaste hoop op de opstanding. En daarna, ja, dan ga jij, Els, en dan gaan jullie en wij allemaal, gaan we weer verder. Gaandeweg hem tegemoet. Vergeet het nooit. Op die weg hebben wij de hoop in de rug en de zon van zijn liefde in ons gezicht. Want zijn oog rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Amen.
Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, Vader in de hemel, we gaan zo naar de begraafplaats en daarin ontdekken we dat wij sterfelijk zijn. En we bidden u of u ons wilt laten zien dat u in uw Zoon de opstanding bent en het leven. En dat wie in u gelooft niet zal sterven, maar zal leven. Heer, ik wil u bidden, wees bij zuster Groenendijk. Wees bij haar kinderen en kleinkinderen. In het bijzonder wil ik u bidden voor Jan en voor Hilde en voor hun kinderen. Heer, leid hen allemaal door uw Heilige Geest. Heer, ik wil u ook danken. We hebben net gezien aan het getuigenis van kinderen en van kleinkinderen dat uw trouw en uw werk niet stopt. Maar dat zij getuigen van het geloof dat u gaf aan vader en aan opa. Heer, voor die trouw danken wij u. Dank u wel, Heer, voor alles wat u in zijn leven hebt gegeven. Als man, als echtgenoot, als vader, als opa. Heer, u de eer. Heer, vandaag beseffen we ook allemaal dat wij ook een keer de rivier over moeten. Een rivier waar wij niet overheen kunnen komen, maar waarin wij zullen verdrinken, de dood. Laat ons zien op hem, in wie wij kopje onder zijn gegaan, in de doop, uw Zoon, Jezus, onze lieve Heer. Geef ons, Heer, het geloof in hem. Als wij straks loslaten en begraven, maar zicht krijgen op uw eeuwigheid. Hoor ons, Heer, in zijn naam. Amen. We gaan zo nog zingen nadat de shofar heeft geklonken. Ik wil u eerst nog de zegen van de Heer geven. Ik wil u vragen om daarvoor te gaan staan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allemaal. Ja, vooraf wil ik een kort een dank uitspreken. Als eerste aan het personeel en van Vredonk en in bijzonder dominee Mostert die daar verbonden is. Gemeenteleden die Parma trouw hebben bezocht tot nu toe. In het bijzonder heel hartelijk dank. Dat doet ook als kinderen erg veel goeds. De aanwezigen hier en thuis. Vooral neven en nichten, ooms en tantes. Ik merk bij mezelf dat het is heel warm. En de mensen van de Kandelaarkerk wil ik in het bijzonder bedanken. En dominee Haak ook. De shofar. Ik wil kort daar even wat over vertellen. Als tweejarig kind, een beetje gesteund door foto's en wat me verteld is, heb ik bij de voordeur op de Baljuweg veel gestaan. Einde van de dag wachten en in afwachting van papa die thuis zou komen.
En ma die vertelde mij, je hoorde aan het begin van de straat al ver van tevoren, aan het autogeluid al, dat, dat papa aan de, in aantocht was. En als ik dat hoorde, dan rende ik naar achteren, door de achterdeur, naar de garage. En daar haalde ik pa op. En mocht ik zijn tas dragen. Ik heb nog een foto dat ik zijn tas zo aan het dragen was naar binnen. En ik was blij dat hij er weer was. Wachten en verwachten als iemand in aantocht is. Hier sta ik met de sofa en die wordt ook gebruikt. Gebruikt in afwachting, maar hij wordt voornamelijk ook gebruikt bij een overwinning die behaald is. En wij weten dat de dood al overwonnen is. Die overwinning is al behaald. Yeshua is ons voorgegaan. Een pa is Yeshua al voorgegaan. En hij wordt ook geroepen of gebruikt bij het oproepen tot een strijd. En dat geeft eigenlijk onze positie weer aan. Van wij hebben hier nog echt een strijd te strijden. We hebben dat net ook gehoord. En nou ja, in de hemelse gewesten is een strijd aan de gang. En nou, onderschat het kracht van het gebed daarin niet van ons. En het kondigt de koning aan, de komst van de koning. Yeshua is onderweg. Herken dus dat geluid wanneer je dat hoort. En dan zullen we weer verenigd worden met onze Heer en Koning. En ik geloof dat we elkaar ook weer mogen zien. Dames en heren, u bent uitgenodigd om zo met ons mee te gaan naar de Essenhof, neer te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Ik wil degene die hem begeleiden nu naar de rouwauto verzoeken om naast de baar plaats te nemen. U kan straks aansluiten. Ik wil u wel verzoeken om
gelijk naar de begraafplaats te rijden. Wij zullen straks volgen met de volgauto en de rouwauto.